Ik heb op bezoek de one and only Fabian Seymour, pro en wanneer Fabian in de studio's, ik zeg het altijd, something new is cooking en hij heeft dus weer iets erbij. Goedemorgen Fabian, hoe gaat het zelf met je? Goedemorgen Michael, gaat heel goed. We waren natuurlijk alle dingen leuk om aan te voeren, mooi ziet in de en we zijn blij om vanmorgen hier te zijn. Ja. Als we praten over het bevorderen van kunst, en, uh, en ik moet zeggen, deze dagen dan is het niet alleen muziek, maar hij houdt zich veel, bezig met vele stijlen van kunst, dan is Fibian ervoor te zorgen om jou die bekendheid te geven. En uh, vandaag uh, noem ik de naam zelf, Carlos Barbosa, onder andere. Fibian, Carlos Barbosa, wat moet Carlos Barbosa, wat moet die naam zeggen? Um, sowieso is het een artiest die, mm -hmm. die geboren is in, in Nederland, mm -hmm. heeft Surinaamse roots. Ja, de man werkelijke naam is Carlo, uh, Carlos uh, Bazaron, dat is zijn mm -hmm. werkelijke naam. En Carlos Barbosa is de man zijn artiestenaam. Yeah. Um, ik wil een speciale big up sturen voor Lloyd de Mesa, omdat Lloyd de Mesa dus het contact heeft gemaakt oh. en op een gegeven moment zijn we aan de praat geraakt. Uh, de brader uh, heeft gezien van wat promarman.com allemaal aan het doen is en hij vond het belangrijk om samen met ons te werken. Zodat we hem, uh, ervoor kunnen zorgen dat hij meer bekendheid gaat genieten in Sweetie's Renan Kondering. Ja. Van welke liederen kennen we Carlos? Um, ik heb... Ik ben gisteren begonnen met de promotie en zoiets is er aan een Mensen kennen hem van de house, mensen kennen hem als producer. Um, hij is ook iemand die ervoor zorgt die de producten afmix en master. Dus het is iemand die, die vanaf 2000 bezig is uh, met de muziek. Mm -hmm. En um, waarvoor ik hier vanmorgen ben, yeah. heeft te maken met een reggae-nummer met uh, pop-invloeden. Is dat iets nieuws voor Carlos zelf? Um, ik denk niet dat het nieuw zal zijn, maar ja. daarvoor heeft hij gekozen ja. Ja, om het zo te doen. En um, toen ik die pokoe heb gehoord, want daar begint het verhaal ja. altijd: je stuurt die pokoe op, we gaan naar luisteren. En als het niet goed bevonden was, dan was ik vanmorgen niet hier. Ja. in het om de videoclip te primeuren. Ja. Dat lied heet Ik Ben niet Zo. Ja. Ja, ik ben niet zo. Dus eigenlijk is het is niet, is niet wat je ziet. Of N zeg ik het goed? Je zegt het heel goed. Um, laat me dit ervan zeggen. Um, Carlos Barbosa heeft niet alleen gewerkt mm -hmm. aan die trek. Hij heeft uh, ondersteuning gehad van Amantie Joets. Uh -huh. En samen met Steggy, dus twee andere artiesten. Uh -huh. En hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Uh -huh. uh, die mannen waren natuurlijk op een filmset. bezig met een Formule 1 productie. Uh -huh. uh, als acteurs, weet je, aan het werk. En van één komt het ander. Zo heeft hij die Amanti Joets leren kennen. En vanuit dat punt, die mannen raken aan de praat. Gaan van gedachten wisselen, muziek wisselen met elkaar. Dus zo. Atrek bij Ja, ik ben niet zo. Ja? ja, en op een gegeven moment laat dus Amanti Joods Steggy die pokoe horen. Mm -hmm. En toen Staggy die pokoe heeft gehoord, heeft Staggy ervoor gezorgd om het naar hogere hoogtes te brengen. Zo. En die pokoe heet Ik Ben niet Zo. Dat mm -hmm. klopt. Wat ze aangeven is dat het gras niet groener is bij die Sugar Daddy's, mm. maar dat ook. Uh, omgaan met een dergelijke man kent mm -hmm. ze verantwoordelijkheden. Dus dat is de jong wang, ja. Mm -hmm. Want vaak genoeg, het heeft te maken met de liefde. Mm -hmm. En denkt dus die vrouw dat een sugar daddy, moro moro een jong boy. En, mm -hmm. en dat is wat ze daarmee willen aangeven: dat dat niet zo is. Dat die oudere mannen vaak genoeg die vrouwen, die jongen meiden, voor de gek houden. Mm. En dat kan nooit de bedoeling zijn toch? Maar mm. dan, I got a voor de voor de voor de 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 leef van die de is een gewoon een sweet Dat klopt. Een verhaal heeft twee kanten toch? Ja toch? De goede niet nagesproken, Laat me dat ook voorop stellen. de goede niet nagesproken, want je hebt sugar daddies. Maar je hebt ook sugar mamas. Mm -hmm. ja. Dus dat is Maar wat ze daarmee willen aangeven, van uh, soms denken die, die jonge vrouwen mm. of die oudere vrouwen, weet je dat. En, maar het verhaal laat ik voor de mensen in yeah. het midden. Want yeah. we weten, want ze zeggen het ook in die trek: mannen liegen, vrouwen liggen. Dat weten we. Maar uiteindelijk, naar jou, naar bon jou, yeah. naar dat jou. Eigenlijk, yeah. heeft heb mijn aardige boeder, ze zeiden, ik heb zelf, voor ze gaan hier. fosinya yeah. Asyikar, asuiker van yeah. mommy of papi yeah. well, we al tahu wat wat Precies, daarover gaat het. <laughs> daarover gaat die story. Die track is opgenomen in Nederland? Die track is opgenomen in Nederland. Uh, First Class uh, Music Studio, uh, daar is het opgenomen. Mm -hmm. En uh, die videoclip is ook daar gemaakt. Maar Carlos Barbosa uh, vindt het belangrijk om zijn muziek te delen ja. met Suïtis en Condré. En dat is de reden waarom we vanmorgen ervoor hebben gekozen om de videoclip te primeuren in Mountain Tacky. Nee, Fabian, ik, ik denk dat het een mooie gelegenheid is om toch wel nu te gaan naar uh, dat moment mm -hmm. en toch aan jou de eer. Nou, voor iedereen die kijkt, het is Carlos Barbosa, Amantioots, Steggy en die pokoe heet Ik Ben Niet Zo. <middels> En ze checkt mijn telefoon, zogenaamd ik kill met oud. Maar ze weet ik ben niet zo weinig. Als ze heeft gehoord wat ik allemaal doe, en dan zat je zitten in de meeste. Ze noemen me actie en En ze checkt mijn telefoon. dat heeft me direct een oud reggae vibe, eh? Dat is het ja. eerste dat me opviel direct die. Old reggae, maar natuurlijk met een moderne 2024 tintje. Klopt, het is dus die reggae met ja. pop-invloeden. Ja. ja, zeker, zeker. Ja, Fabian, um, um, iets wat me opvalt is, is Carlos geeft in zijn boodschap aan, mm -hmm. um, om je te blijven focussen in het leven, maar laat je kinderen nooit in, in de steek. Nee, dat is heel belangrijk toch, omdat uh, het betekent dat die jonge mannen ook hun verantwoordelijkheid kennen. Mm -hmm. Degene die het al doen, weet je, nog liever gezin, want uh, net wat ik eerder heb gezegd, Soms lijkt dat ding heel mooi te zijn, toch? Maar ook die jonge mannen kennen hun verantwoordelijkheid. En daarom heeft hij het ook gezegd. Um, laat je kinderen nooit in de steek. En, en blijf focussen, want dat is belangrijk. Dus daarom, wat wij doen, is uh, ervoor zorgen dat deze pokoe of deze videoclip meer bekendheid gaat genieten. Dat mensen weten wie ze allemaal zijn en wat ze doen. Want ze zijn Saranamans die daar wonen in Nederland, maar goede dingen doen en vinden het belangrijk om mijn muziek te delen met uh, sweeties en anderen. Ja, hij heeft natuurlijk een hele mooie vibe achter uh, mm -hmm. de beat en al, en, maar ook een, een taak voor ons als ouders om, om onze kinderen hier. Uh, op de wijze toch? Dat die voor die zeker en papi's. Zeker. Het is een maatschappelijk onderwerp. Yeah. En um, kijk, die discussie kunnen we op verschillende manieren yeah. voeren. En dat mag. En dat moeten we ook doen. Om aan te geven dat soms het is niet wat het lijkt. Yeah. Weet je? Dus um, daar wil ik de, uh, de nadruk op leggen. Dat uh, de mensen weten. Gewoon yeah. liefde, weet je, kan soms yeah. pijn doen. En dat is het. Ja. Ik ben niet zo de vraag dacht, maar hoe ben je wel? Ja. Nee, Fabian, wat kunnen we meer verwachten van Carlos? Natuurlijk in dit geval, maar ook met de andere jongens. Wat kunnen we, zien? Um, we gaan het voor nu het uh. doen met Ik ben niet zo. Um, het is natuurlijk de bedoeling dat er meer zal komen. Dit is de eerste die we lanceren in Sweetie Saranacondre. Het is Carlos Barbosa. Um, Amantheus en um, Staggy en natuurlijk kan je ze volgen. Je kan hun muziek gaan streamen op Spotify, Deezer, de verschillende platformen, maar je kan ze ook checken op Instagram. Is het Carlos Barbosa live Instagram, Amantheus en natuurlijk Steg Music. Op Instagram kan je ze allemaal volgen. Okay.